Het Emma-viaduct is vanaf vrijdag 10 dagen dicht voor het autoverkeer. Er wordt gewerkt aan de weg. We staan bij de Emma-viaduct en we gaan vanaf vrijdag 6 augustus 7 uur 's avonds tot en met maandag 16 augustus 6 uur 's ochtends de complete asfaltconstructie vervangen, inclusief de beleiding, inclusief de voegovergangen. Het viaduct is hard toe aan een onderhoudsbeurt. Het asfalt is verouderd, gaat af. De voegovergangen zijn niet meer wat ze moeten wezen. Dus het is echt aan onderhoud toe. Dus we zijn er nu bij. De werkzaamheden zorgen voor hinder. Het auto- en het busverkeer moeten rekening houden met omleidingen. Automobilisten worden omgeleid over de Herenweg heen. Fietsers en voetgangers hebben geen hinder, want de fietspaden en voetpaden blijven open. Mocht er een ambulance, brandweer, politieauto met spoed komen, hulpverleningsdienst, mogen zij over het fietspad. Daar staan ook een bebording voorbij van pas op. Bussen hebben ook zeker hinder. Die worden omgeleid eigenlijk vanaf de Peizerweg. En dan rijden ze over de Paterwolseweg, de Eeldesingel op en zo komen ze bij het station. En omgekeerd rijden ze weer van het station weg. Op de website van Qbus vind je meer informatie over de omleidingen van de bussen en de tijdelijk vervallen haltes. In de zomer vinden meer werkzaamheden plaats in en rond de stad Groningen. Een overzicht van deze werkzaamheden is te vinden op groningenbereikbaar.nl/zomer-2021.